Hallo dames en heren, hartelijk welkom bij No Limits aflevering 26 alweer. Het gaat ook weer snel. We zijn bijna eigenlijk aan het einde van deze serie. Aangezien ik nog maar tot mapje 30 heb. Dus we moeten kijken voor nieuwe coasters. In de tussentijd kan er iets anders gedaan worden, dat zullen we dan nog wel zien. Ik denk dat daar nog wel het schoonste dat we eruit zetten. Zo. Perfect. We gaan weer drie jaar aan het beoordelen. Deze keer zijn dat Top, Tropic Heart en Untitled Space Lines. Maar we beginnen met Top en hopelijk is die dan ook Top. En helaas hebben we een grasfoutmelding, dus het zal een beetje ondergrond zijn in plaats van een groene. Ik ben benieuwd naar de achtbaan in het algemeen. Top, starting script, pitching, daar gaan we. Het is een spinning coaster, dames en heren. We zitten naar de binnenkant toe. Dit soort spinning coasters heb ik nog nooit gedaan. Ik heb altijd een spinning coaster gedaan aan de buitenkant. Ik pak de speeds erbij, zet die hieronder, aangezien de web naar boven staat. Maar ik heb gemerkt dat je dit eigenlijk niet kan lezen, want Fraps heeft slechte kwaliteit qua dat. En daar gaan we jongens, top! Ik denk dat we nu dadelijk inderdaad gaan spinnen. We hebben een wild muis stukje denk ik, ja. Yeah. Stukje wild muis en daar gaan we jongens, naar onder. Over een stukje water. Het ziet er wel een heel fijn achtbaantje uit. Ik vind alleen de naam een beetje raar, top. En dan krijgen we weer een spinning gedeelte. Dan gaan we wat spinnen. Oké, okay, heeft ook wel gebruik gemaakt van dennenbomen. Er ging net een kaartje eronder. Ook altijd dezelfde boom, aan de ene kant is dat ja, een beetje eentonig. En we gaan weer een dropje maken. Heel erg snel gaat deze achtbaan niet, heb ik de indruk, maar dat moet ook niet. Hij moet ook niet 100 per uur gaan, bij wijze van spreken. Dit is eigenlijk nog wel een goede speed voor zo'n spinning coaster. Het spinnen van het karretje maakt het eigenlijk nog, ja, maakt het dan leuker. Of ja, leuker. En we zijn wel weer aan het einde, jongens. We zijn al aan het einde van top. We willen ons worden rechtgedraaid. Deze kaartjes zien er eventjes zo uit. Ga ik even laten zien. Oh, we gaan erin zitten. Ik moest wallet view hebben. Ik kan de simulatie even pauze zetten. Ik heb deze kaartjes zelf eigenlijk ook nog nooit gezien. Oké, dit zijn dus gewoon normaal ja, van die kaartjes. Dus ze gaan dan vertrekken. En dan zet ik zo'n pin aan voor dat recht te zetten. Maar dat is het niet. Het is voor de layout dat we te zien hebben. Het is een leuke layout die heeft gebruik gemaakt van water. We gingen hier ook een klein stukje over het water heen. De ondersteuning is heel erg leuk gedaan. Even gebruik maar volgens mij een custom ondersteuning voor dit stukje dan. Ik zag het volgens mij nog wel ergens dat je een custom ondersteuning gebruikt, maar hier denk ik. Op zich is het een super achtbaan, alleen al van het gras. Maar dat is het, daar ga ik niet op doen, want dat zijn de foutmeldingen en daar kan ik niks aan doen. Voor de rest is top een super geslaagde achtbaan in mijn ogen. De volgende achtbaan die we gaan doen is de Tropical Head. En we zullen het helaas opnieuw zonder gras moeten doen. Ik krijg weer dezelfde foutmelding. Jammer. Maar toch, Tropical Heart is een floorless coaster. En ik zie hier een melding. Multiplay trains on a block detected. Dit is dus geen dive coaster, maar een vloerloze coaster. Het is eigenlijk hetzelfde. Ja, het ziet er eigenlijk uit als een dive coaster, maar toch is het geen dive coaster. Nee, officieel is het geen dive coaster. Dit is een vloerloze coaster. Zo heet het, soort achtbanen. Ik kan meer even wat sneller laten gaan. Omdat het toch wel een redelijke lift al is. Terug op simulatie speed 1. En daar gaan we jongens. Met ruim. Even kijken dat we onder zijn. 109 km per uur maken we de eerste grote looping. Gevolgd door een bocht. Wat krijgen we na die bocht? Een nieuwe drop. Dan gaan we weer naar onder. Krijgen we nog een looping of zo? Nee, weer een bocht. Ik denk dat maar één looping erin zat of zit. Of ik heb het mis. Nee, hier is een inverse, een inversie. Beetje lag heb ik. Dit is een ding. Hoe heet het? Een cobra roll denk ik dat het. Ja, dat is een cobra roll. We gingen door een pilaar. We krijgen een curvetrekker soort van. Maar het ging nog eigenlijk schuin. Dus ja, ik weet niet als je dat dan moet kijken naar Immerman,
Giro roll. Dit is weer een looping, maar die gaat heel schuin gelijk bij een paar afleveringen terug. Of was het vorige aflevering? Was het zo'n heel schuine looping, die heel kronkelig ging. Weet je dus het vorige aflevering was? De aflevering daarvoor. Nu weet ik niet meer van buiten. Dan krijgen we hier weer een soort van looping. Dus een Immerman, of hoe heet dat? We gaan weer door een paard in. Weer door een paard in. Op zich is het een neergeslagen achtbaan in mijn ogen al. Jammer van die palen en ja, dat is het ook. En weer van het gras, maar ja, daar kan de maker niks aan doen. En we schieten in de remmen. Hier was het al, hier zat als een paal heel kort bij de remmen, holy shit. Dat klopt volgens mij ook nog niet. Hier zijn... Hoe kan dit? In de station zijn helemaal geen remmen en zo gemaakt. Hoe kan dit ding dan stoppen? Het enige wat hier dus zit is het platform wat nu omhoog komt. En dan gaan de beugels open en dan kunnen wij uitstappen. Even een kijkje nemen over deze achtbaan. Ik zit onder de map. Even kijken. Het ziet er een hele leuke achtbaan uit. De hoogte is goed. Ik druk op flyview. De hoogte is redelijk. Het is toch ook een lang treintje kijken. Het is een vloerloze coaster. Dit is een heel redelijke trein. Dit kan ik al wegklikken. Niks om aan te merken eigenlijk op deze achtbaan. Helemaal niks om aan te merken, behalve met die ondersteuningspilaren. Beetje jammer, hier hebben we dus inderdaad een cobra rollen, dat is toch goed. Voor de rest is het een redelijk geslaagde achtbaan. Voor mij staat deze nu toch op de eerste plaats, in plaats van de vorige top. Ja, dat is in mijn ogen. De laatste achtbaan die we gaan beoordelen is United Space Lines. Ik denk dat het met het thema van space te maken heeft, anders zullen we dat wel doen. En dit is dan toch de eerste achtbaan met gras. Ja jongens, er zit gras in. Oh, het is een hangende achtbaan. In de speed er maar onmiddellijk bij, we gaan onmiddellijk naar onder. Ik heb het iets te ver staan. We gaan nu al naar onder. Holy shit! Wat is dit dan? Wat moet er nu gebeuren? Oh, wow. Holy shit, we hadden hem opgeschoten. Wat? Oh, dit is heel erg vet. Holy shit. Hier staan we ook eens... Wow, yo, gek. Holy shit, dit was een super vette launch, jongens. We gaan echt super snel, 141 km per uur voor een hangende achtbaan. We gaan over de kop, soort van, we gaan een beetje leggen, dat is allemaal niet de bedoeling. We maken een hele grote looping, speed komt er terug in, wauw, hele grote bocht, dit is echt immens. Dit is echt immens. Kijk dan ook daar, die bal. Wauw. We gaan langs de bal door, jongens. Wauw. De armen zitten er ook echt aan vastgemaakt. Holy shit. Dit is echt een mega vette achtbaan, jongens. Dit is echt een voltreffer. We krijgen een nieuwe looping. Nee, dit is een 0-0, een Immerman, hoe heet dat? Zo gelijk bij de Baron in de Efteling kom ik even op. We gaan over een hele constructie van stadion. We gaan weer een grote kurkentrekker maken. We gaan alweer over de kop. Dus weer zoiets en... Wauw. We gaan door een tunnel heen, jongens. Grote spiraal door een tunnel heen. Lijkt dat we aan het einde komen. Nee, nog niet. Nog niet. Oh, toch wel. Wauw. Kijk hier ook wel de constructies hier nog staan. Dus er moeten zelfs nog omhoog worden getakeld. En we staan stil. Dit zijn waarschijnlijk de ruimte. Daar vertrekt nu net een nieuw karretje. Ik wil die launch even zien, jongens. Ik wil die launch zien. Daarna gaan we even de achtbaan bekijken. Dus ik ga kijken. Hier is die launch. Oh, wat? Oh, nu snap ik het.
Het is... Oh, nu snap ik het hele... Nu snap ik het hele... Maal. Het is dus een ding. Een raket. Oké, jongens. We wachten. Tot het karretje hier komt. Er gebeurt nog niks. Oké, daar gaat hij, jongens. Oké. Wow, yo jongens, dit is super origineel gemaakt. Ik bedoel ook, oké. Kijk dit, ik wist niet wat het moest voorstellen, maar nu ik van buiten afkijk, zie ik hier deze grote, het ruimteschip staan. Het enige ding is dat hier waar misschien nog een ondersteuning moest komen ofzo. Want hier staat eigenlijk een beetje weinig ondersteuning voor zo'n heel groot deel. En de remmen, waarom konden misschien ook een beetje veranderd worden. Dit jongens, ik bedoel hier voor dit stuk, voor deze grote bal. Wauw, hier heb ik echt respect voor dat hij dit heeft gemaakt, ook voor het ruimteschip. Jongens, ongetwijfeld, dit is mijn winnende arm voor deze aflevering. Ik had toch nog gedacht dat de tweede arm ging winnen, maar nee hoor, dit is een top hangende arm. Ik denk dat het de beste is die we ooit hebben gehad. Mijn mening toch. Jullie mogen jullie eigen mening achterlaten. Win voor jullie top. Ook goed. Of Tropic Heat. Het. Of het Space Lions avontuur. Deze win voor mij. Dan zet ik deze tweede pas een top op plaats. Want top was niet slecht. Ze waren alle twee goed. Maar toch vond ik deze echt super. Super zalig. Ik dank jullie allemaal voor het kijken naar deze aflevering. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. En jullie mogen dus jullie eigen beoordeling achterlaten in de comments hieronder. Ik zou zeggen, volg me op Twitter, Facebook en Instagram. En ik zie jullie allemaal de volgende keer bij een nieuwe video terug. Ik wil nog even zeggen dat ik wil gaan livestreamen, jongens. Dat omdat ik 200 abonnees heb, wil ik in het weekend gaan livestreamen. Dus morgen en zondag. Binnenkort komt er nog een livestream voor creëren van 1-jarig bestaan van mijn kanaal. Maar ik wil dus morgen en zondag gaan livestreamen. Als het morgen niet is, sowieso zondag. Dat beloof ik. Ik dank jullie nogmaals voor het kijken. Ik denk dat altijd, ik niet veel, maar tot de volgende aflevering van de Limits. Dan is het gewoon een nieuwe vrijdag. Doei doei!